I can't believe what I just gave away. Now I can't take it back. In de vorige aflevering van Yui doet Los Santos kreeg ik alles wat mijn hartje begeerde. Na een nostalgische trip langs mijn jeugdzonde ging ik langs bij een winkel in LA, The Hundreds. Ik kocht een top outfitje, een huis, heb ik hem nou gekocht, en ik won een drankwedstrijd van mezelf. En jullie waren allemaal super enthousiast. Hoe ga ik als maker om met deze gigantische interne en externe druk? Ben ik wel goed genoeg? Aangezien dit toch een beetje mijn Empire Strikes Back is, belde ik mijn vader. Yui, ik ben je vader. Toch ben ik bijna net zo zenuwachtig als die ene keer dat mijn ex-vriendin door mij de verkeerde afslag nam en we in het Griekse plaatje drama terechtkwamen. Dat is echt waar trouwens. Dus ik heb even opgezocht hoe de tweede acte van een verhaal een beetje loopt. Gelukkig is immers pas echt als je het met iemand kan delen. Dat is de reden dat ik überhaupt over video's ben gaan maken. Even kijken. In de tweede acte wordt een karakter geconfronteerd. Wegbalans. Waar hij bijvoorbeeld rust heeft gevonden in de grote stad, zal hij oog in oog komen staan met een gevoel van eenzaamheid en nutteloosheid. Oké, dat is fucking deprimerend. Gelukkig hebben we zoals elke week weer de comment van de week om er bovenop te komen. En deze week is die van Jan. En die zegt, och, daar hebben we Knotje ook weer hoor. Heeft nog nooit GTA Online aangeraakt en probeert zichzelf hiermee nu te bewijzen. Laat hem alsjeblieft lekker Olly World spelen, want dat is voor zover ik hem zie in items de enkele game die hij kent. Dit is de reden waarom ik ieder item skip waar deze wannabe serverboy met het verstandelijk vermogen van een kleuter met het syndroom van Down in zit. Maar mij krijgen ze vandaag niet klein, want wij gaan weer aan de slag met GTA Online, de beste game ooit gemaakt sinds Muppets Monsters Adventures. Dus we gaan allereerst lekker de natuur in en vervolgens op zoek naar een fiets. La 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 la. Sorry dat ik zo'n YouTuber ben geworden. Hier komt mijn HelloFresh ad. Hey, wist jij trouwens dat als je nu begint met de GTA Online Career, je 4 miljoen krijgt en daarmee een carrière kan starten als gunrunner, biker, executive of nightclub owner? Je kan allemaal te gekke properties uitkiezen, zoals bijvoorbeeld een bunker, upgrades, maar ook meerdere wapens. Vervolgens mag je ook nog 1 miljoen overhouden om mee te nemen in de game. Amazing! Is het niet paprika tasties? Alright, ik was dus op zoek naar een fiets en André9000 die wees me erop dat dat gewoon met je telefoon kan. Dus ik ben net al zonder slag of stoten naar de natuur toe gereden. Nee. Oké, telefoon. Dan gaan we naar pedals. Travel, pedal en metal. Kiezen we een mooie mountainbike uit. Niet te fancy ook. Ja, dan ben ik dus wel benieuwd of die site dan echt bestaat of ze daar de... Je weet toch, in How I Met Your Mother hebben ze al die sites, die bestaan echt. Dus ik ben nu wel benieuwd of... Oké, de domein ja, maar het gaat gewoon naar een Rockstar website. A for effort. Nou, dan gaan wij terug naar het appartement. Want daar spant hij dus kan ik tot het eind weer teruglopen. Oké, top, daar hangt hij. Haal hem maar van het rek. Fietsenrek. Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Tik, 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 tik. Dit is wel echt kut. Het is letterlijk button mashen, keihard. Niet goed voor je duimen. Het is ook allemaal bergop. Soms vraag ik me ook wel eens af of we niet zo gewend zijn geraakt aan de berg op te fietsen dat we dat normaal zijn gaan vinden. Oké, we komen langzaam de in. Dit is waar we naartoe hebben geleefd, zou ik durven zeggen. Dit is wel echt wat ik zocht. Ik ben net Annika op een mountainbike. Hier de over. Zo, ik heb een ander shirt aan. Het is universele televisietaal voordat het een andere dag is. Dus ik hoop dat jullie daarin meegaan. En we gaan nu eens kijken naar het gigantische succes van de natuur ingaan. Of we een beetje kunnen sightseeën, een beetje kunnen hobbyën. En we gaan eerst beginnen met een lekker rustgevig
potje golven. Dan is dit ook niet mijn enige handicap. Dat is wel handig. Kijk me dan. Ik ben net Huey Lewis. I don't need money. I don't need fame. No credit card. Just the power of golf. Hoppa. Dit is rustgevender. Ja, ik zie er ook gelukkig uit. Ben ik niet? Zo zie ik er wel uit. En dat is minstens net zo belangrijk. Het gaat best aardig ook. Come on, skinny love. Het is heel eenzaam, golf. Wel. Ik heb niet eens een caddy. We gaan proberen te tennissen nu. Dat lijkt me een beter plan. Kan ik nou niet alleen gewoon tegen de computer tennissen? Oké, jongens, ik ben een beetje gefrustreerd, dus wat doe je dan als je die frustratie af wil, als je dat niet wil venten op de mensen waar je van houdt? Een videospelletje. En in dit geval Race Chase, een absolute klassieker. Oké. Dit vind ik vet. Mooie hommage aan de GTA-serie. Ik was er ook wel echt even aan toe om een videogame te spelen, dus dit is echt top. Die, motherfucker. Ah, dit lucht op, man. Tijd voor cultuur. Een stukje cultuurhappen, ook heel belangrijk. En ik wil gewoon langs een aantal plekken waar ik altijd al heen wil. En waar ik nooit meer heen kan, omdat de E3 is gecanceld. Maar, ik kan een keer zelf gaan. Maar ik had zo gehoopt dat ik een keer heen mocht. Iconische plek, Santa Monica Pier. Fucking veel van mijn favoriete programma's zijn er opgenomen. Game Kings natuurlijk, maar ook Californication, Modern Family. Dus daar gaan we even heen. Maar terwijl ik over de pier loop, overvalt mij een gevoel van wezenloosheid. Heel mijn leven heb ik gedroomd hier te zijn. Maar nu ik er ben, voelt het leeg. Alsof ik heel mijn leven al rondjes rijd in een achtbaan. Nooit echt verder kwam. Ja, en dus proberen we het even bij de studiotour. Een jongensdroom. Het schijnt te zijn dat je de trailer van GTA 6 al kan zien. Kijk, dat is hem. Druk maar weg. Het wordt ook niet meer beter dan dit. Sorry. Dan gaan we nu naar een plekje. Nou ja, eigenlijk heel eerlijk gezegd kwam ik er een beetje bij toeval terecht. En dat schijnt verschrikkelijk te zijn, maar ik wilde wel heel graag nog een keer heen. De Hollywood Walk of Fame. Of is het de Sunset Strip? Sunset Strip is echt vet. Er kwamen vroeger superveel sterren bij elkaar omdat het buiten LA viel. En de sheriff er een stuk minder streng was. Dus acteurs mochten daar, en actrices mochten daar gewoon gokken. En tijdens de drooglegging kon je daar drinken en zo. Dat was echt fucking vet. Maar toch sloeg de eenzaamheid weer toe. Niemand wilde me helpen een foto maken. En ik werd genoodzaakt het meest verschrikkelijke te doen wat je je maar kan voorstellen. Een selfie maken. Wel lekkere filtertjes. Let's make Instagram filters great again. Wanneer hebben we eigenlijk massaal besloten dat Instagram filters niet meer cool zijn? Ik heb daar nooit inspraak in gehad. Niet dat de wereld om... Nou, soms denk ik wel echt dat ik in de Truman Show zit. Maar waarom zou in godsnaam de hele wereld om mij draaien? En dan lig ik wel eens een hele zondag op de bank chips te eten. En dan zie ik hoe Arie Boomsma of zo op Instagram perfect aanwezig is. En dan denk ik, kijk niemand naar deze depressieve dikzak die op de bank ligt weg te rotten. Maar nu maak ik een soort van programma waar ik een eenzame versie van mezelf in een digitale wereld net zo goed alleen ben. Als dat ik dat hier in het echte leven ben. En het stomme is dat daar dan weer wel mensen naar kijken. En dat zou dus betekenen dat als ik wel in de Truman Show zit, dat er dan mensen zitten te kijken naar mensen die zitten te kijken naar een depressieve jongen die zichzelf depressief zit na te spelen in een digitale wereld. En dat wordt dan weer uitgezonden in de digitale wereld die het wereldwijde web heet. Het is niet eerlijk. Ik bedoel, ik snap wel dat het zijn werk is. Maar hij was ook al zo gespierd toen hij nog gewoon bij de EO werkte. Waar had hij de tijd vandaan? Ik ben nu al moe. Niet dat ik zoveel doe, maar ik ben nu al moe. En ik zie eruit als Kermit de Kikker in Muppet Monsters Adventure op de PlayStation 1. En het is raar dat ik nu al voor de tweede keer Muppet Monsters Adventures benoem. Maar ik vond het vroeger gewoon een hele leuke game. Ik denk dat ik net als Arie Boomsma wat Jezus nodig heb in mijn leven. Oké, daar gaan we. Just you and me. Ik en de guy upstairs. Of kan ik hier helemaal niet in? Dit is wel echt wat er mis is met de wereld. Hè? Kerken sluiten wel en stripclubs niet. Ja, ik weet dat het een beetje goedkoop is om een scène uit deel 1 gewoon na te maken in deel 2. Ik ben niet de hangover. Maar ik ga ook niet nuchter naar 3D-titels zitten kijken. Ik heb wel echt mijn
uw alcoholgezicht veel beter ontpoort dan wat ik zou moeten hebben. Nou, dan gaan we maar mee. Dit is wel echt hoe het gaat als je dronken bent. Een soort dwarrelend eentje. Totdat je ineens een ninja bent. En de trap. Pioep. Het is een wonder dat ik thuis kom altijd. Voor wie is dit ook? Wie heeft er zin om naar 3D-tieten te kijken? Nou, ga maar zitten. Waar is mijn hoed nou? Het is wel stripclub etiketten. Staat er nou dat ik kan flirten door mijn headset? Zo, wat heb jij een mooie ogen. Ik dacht dat ik liefde had gevonden in een stripclub. Maar fuck it. Ik had het helemaal verkeerd, joh. Citeerde Yui zijn favoriete rapper uit Canada. Drake. Maar zelfs hier lijkt niks te halen. Er zit nog maar één ding op. Het boevenpad.